Xavier Maus, met wat voor gevoel kijk jij terug op deze, denk ik, enerverende wedstrijd? Ja, absoluut. Nou, ik ben kapot. Nee, ik denk dat, dat we het uiteindelijk goed hebben gedaan. Vooral gezien het spelverloop, rode kaart, nog penalty tegen. Dat zijn wel flinke tegenslagen. Maar ik denk dat we het gigantisch goed hebben opgelost. Echt gevochten voor iedere meter. En ja, dan sleep je toch een 1-1 uit het vuur. En nou, ik denk dat wij de morele winnaar zijn. En dat dat goed is richting woensdag. Op voorhand al een potje waar iedereen reikhalzend naar uitkeek. Ik denk dat jullie de fans wat dat betreft ook niet teleur hebben gesteld. Nee, ik denk, en dat zie je ook aan de reactie na de wedstrijd. Iedereen is hartstikke blij en positief. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de rode kaart en de penalty. Maar ja, we slaan ons daar doorheen en dat geeft dan een extra goed gevoel. Je gaat denk ik na 3 kwartier rusten met een tevreden gevoel. Tevreden op dat moment? Ja, ik denk het wel. Ja, je geeft wel wat kansen weg. Nou, gelukkig kon ik daar zelf nog wat aan doen. Maar ook toen was de energie al goed in het team en we gingen er volop. En ja, dat is eigenlijk bij ons de basis. Dat moeten wij met collectief doen. En als we dat doen, ja, dan kunnen wij heel wat bereiken. En dan ben je 3 minuten ongeveer onderweg in de tweede helft en dan kom je met 10 man te staan. Heb je er iets van gezien? Nee, ik heb nog niet. Ja, ik zag wel dat ze op de grond lagen, maar ik heb nog niet teruggezien. En ik heb dat nog niet goed kunnen bekijken. Toch met 10 man ook kansen gecreëerd. Dan op een gegeven moment krijgt de Graafschap een penalty. Heb je dat wel meegekregen, wat daar precies gebeurt? Ja, nou ja, ik kreeg het van mij van vrij dichtbij tegen zijn handen aan. Of ja, ergens op zijn arm. En ja, dat blijft altijd subjectief iets. Dat is lastig inschatten. Nou, we hebben de VAR, ik neem aan dat ze er goed naar hebben gekeken. En de een zal hem wel geven, de ander niet. En ja, daar heb je ook mee te dealen op dat moment. Als die beslissing is gemaakt, ja, daar heb je er geen invloed meer op. Nou, had je al in de eerste helft een paar reddingen die er mochten zijn, dan weet je van dit kan mijn moment worden bij die penalty. Duurt natuurlijk vrij lang voordat die genomen wordt omdat het spel even stil ligt. Hoe bereid je je op zo'n penalty voor? Ja, ik probeer juist op zo'n moment rustig te blijven en ja, gewoon te bedenken wat ik het best kan doen. En ja, niet meegaan in de hectiek op dat moment, omdat je dan juist even die rust nodig hebt. En een penalty is natuurlijk als keeper ben je altijd een nadeel. En gelukkig pakt het op dit moment pakt het goed uit. Is het hetzelfde als scoren voor een spits, het gevoel als je weet van ik heb hem? Ja, nou, ik ben geen spits en ik score weinig, dus dat kan ik lastig vergelijken. Maar ja, maar het zijn niet alleen penalties. Kijk, op het moment dat je gewoon een belangrijke redding verricht, ja, dan ben je er hartstikke blij mee. En ik denk dat dat wel een vergelijkbaar gevoel is. Kleine kansjes nog gekregen daarna ook met 10 man. Denk je dat jullie het goed opgelost hebben met 10 man? Ja, dat denk ik wel. We geven relatief weinig weg. Jongens moeten andere dingen gaan doen en ja, ik denk dat we dat heel goed hebben ingevuld. En ja, je creëert nog wat kansen inderdaad. Die komen altijd. Ja, dan moet je zorgen dat we scherp zijn. Maar het is goed dat we nog in de omschakeling wat kansen hebben kunnen creëren. En dan is de einduitslag 1-1. Met wat voor gevoel geeft dat jou richting woensdag? Ja, ik denk vooral gezien de wedstrijd dat wij echt de morele winnaar zijn. En dat het, voor ons een goed gevoel geeft richting woensdag. En dat de Graafschap ook heeft gezien dat wij geen makkelijke ploeg zijn. Nou is dit enorm hard werken. Je ziet ook aan de spelers dat ze moe zijn, terecht, na zo hard werken. Denk je dat het qua fysiek kort tijd is het, maar tijd genoeg om te herstellen? Ja, nou ja, we spelen in competitie natuurlijk ook veel wedstrijden. En je loopt wel tegen het einde van het seizoen aan. Dus de fysieke gesteldheid, dat gaat ook een beetje meespelen. Maar ja, we moeten door. Dus goed herstellen en rustig aan richting woensdag en dan weer volop klappen.